Keeper Peter Leeuwenburg is even terug in Nederland na zijn eerste seizoen bij het Zuid-Afrikaanse Cape Town City. De Lelystedeling verruilde vorig jaar na 14 jaar Ajax voor de club die uitkomt in de Premiership van Zuid-Afrika. En het bevalt Leeuwenburg uitstekend in Kaapstad. We hebben de beker gewonnen met onze club. Vierde geëindigd in de competitie, wat voor ons wel een goed resultaat is. Voor mezelf alles gespeeld, dus dat is ook goed. Belangrijk geweest in mijn ontwikkeling. En ook buiten het veld heel erg naar ons zin gehad. Samen met mijn vriendin. Dus heel goed jaar om op terug te kijken. Ja, dit was eigenlijk voor mij persoonlijk wel het hoogtepunt van het seizoen. Dit is de finale van de beker tegen Supersport United. Dit is de tweede penalty die ik dan pak. Uiteindelijk scoren zij er eentje, pak ik er twee. En wij scoren ze allemaal en daardoor winnen we de finale. Was toen gelijk je naam gevestigd? Ja, dat was wel lekker. De beker is daar begin van het seizoen, dus ik was nog relatief nieuw in Zuid-Afrika. En toen wist eigenlijk iedereen wel wie ik was. Het niveau van de hoogste Zuid-Afrikaanse divisie is het beste te vergelijken met de onderkant van de Eredivisie en de top van de Keukenkampioendivisie. En de faciliteiten zijn er prima. Voetbal is daar de grootste sport van het land, dus het leeft gewoon. Het is echt een sport van het volk. De meeste clubs spelen in een WK-stadion. Dat is gebruikt voor het WK 2010, dus wat dat betreft, stadions zijn allemaal nieuw, allemaal goed, velden zijn allemaal goed. Nergens kunstgras, dus zeker voor een keeper is dat wel lekker. Het cultuurverschil met Nederland is natuurlijk heel groot en Leeuwenburg keek in het begin zijn ogen uit. Vooral de rituelen voor de wedstrijd maakten indruk op hem. Net voordat we naar buiten gaan, voor de warming-up, begint iedereen op te staan. Dus gaan ze allemaal zingen, gaan ze allemaal dansen. Niemand die daar niet aan meedoet, niemand die op zijn telefoon blijft of zijn eigen muziek gaat luisteren. Gewoon iedereen gaat staan, iedereen gaat dansen. En dan een minuut of 5 à 10 loopt iedereen naar buiten, zingend, dansend. En dan begint de warming-up pas. Los van het sportieve gedeelte bevalt het dagelijks leven in Kaapstad ook prima. Ja, het is er 8 maanden per jaar hartstikke warm. Hartstikke warm als in 25 à 30 graden. Dus lekker. Wij trainen 's ochtends vroeg, dus het is nog niet te warm. Qua eten en drinken is het echt heel erg goed. Beter dan Nederland zou ik zeggen. En ook nog wat goedkoper, dus het is ook mooi meegenomen. Maar het is niet zo dat het een permanente vakantie is daar of voelt het wel zo? Ja, af en toe voelt het wel zo. Maar dat is makkelijk om aan te wennen. Met zijn 1,95 is Leeuwenburg een imposante verschijning in Zuid-Afrika. En hij wordt dan ook vaak op straat herkend. Ik ben een stuk langer dan de gemiddelde Zuid-Afrikaan. Dus het is wel makkelijk om mij te herkennen. Dus ik word wel redelijk vaak aangesproken op straat of in de supermarkt. Maar ik moet zeggen dat het altijd heel leuk is. Ze zijn heel rustig, benaderen heel rustig en zeggen eigenlijk altijd positief. Dus ja, heel leuk. Ja, dit is de beker die ik heb gekregen in Zuid-Afrika aan het einde van het seizoen. Ben ik speler van het toernooi geworden, van de beker. Ja, en daar hoorde deze beker bij. Leeuwenburg gaat maandag na een vakantie van 3 weken weer terug naar Zuid-Afrika en kijkt daarnaar uit. Maar toch hoopt hij in de verdere toekomst, sportief gezien, toch nog een stapje te gaan maken. Ik zou toch wel heel graag of nog in de Eredivisie willen spelen. Of in een mooie Europese competitie. Of dat nou op het hoogste niveau is of op het tweede niveau, ja, dat zien we dan wel weer. Maar ik heb nu in Zuid-Afrika in een jaar wel bewezen dat ik dit niveau makkelijk aan kan. Dus ja, ik zou mezelf nog wel willen zien op een iets hoger niveau.